Wij gaan natuurlijk ook mooie dingen maken. Pita, jij en ik gaan samen deze tuinkroonluchten maken. Leuk. Cool, hè? Deze stalen ring hebben we daarvoor nodig. En dan gaan we deze blikken, al deze verschillende vormen, gaan we hier aan bevestigen. Dan moeten we twee gaatjes erin boren. En dan met dit aluminiumdraad kunnen we ze vastmaken. Leuk, hè? En dan komt uiteindelijk komen die plantjes erin. En dan kunnen we hem ophangen. Ja, en Niels, wij gaan samen een stoel maken. Want je hebt natuurlijk al een lui stoel. Ja. Maar Pieter en de kinderen die willen er natuurlijk ook wel eentje. Dus we hadden bedacht om deze stoel te gaan maken. Leuk. Leuk, hè? Ja, heel leuk. Dus we hebben deze stoel daarvoor gekocht. En dan moeten we de poten onderuit zagen. Even opschuren en een mooi kleurtje geven. Leuk. Touw er aan vastmaken, dan kunnen we hem ophangen. En dan kunnen jullie lekker schommelen. Op eigenhuisintuin.nl vind je de werkbeschrijving van de plantenkroonluchter en de schommelstoel. En we boren niet alleen gaten aan de zijkant, maar ook in de onderkant. Want dan kan het regenwater weglopen of het water wat je ze geeft. Alleen mist Niels één ding en dat is een vrolijk gekleurde tuin. Nou, qua kleur komt dat wel goed, want Evelien maakt samen met het stel een schommelstoel en een fleurige plantenkroonluchter. Dit zijn hangbegonia's. En die hebben dus al die leuke felle kleurtjes. Ja, heel erg leuk. Goed, hè? Ja. Zijn mooi. Heel erg leuk voor onze kleurrijke tuin. Ja, dat past helemaal bij jullie. En dan afgewisseld met die kruiden. Ja, erg leuk. Wordt nog wel wat, hè? Ja. Nog even doorpoten. En dan is die klaar. Oh, wauw. Kleurrijk, hoor. Ja, mooi, hè? Ja, prachtig. En hoe is het met jouw stoel? Bijna af. Haha.